Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. Meteen een belangrijke mededeling. Volgende week komt er dus een nieuwe aflevering natuurlijk van Eredivisie Voorspellen. Maar daar zitten geen tussenstanden, geen uitslagen en geen tussenstand van de top 8 van de voorspellers in. Want ik ben op dat moment op vakantie, dus die is van tevoren opgenomen. Krijg je gewoon te zien welke wedstrijden dan weer te voorspellen zijn. En dan pak ik die aflevering daarna. Neem ik zowel de voorspelronde van deze keer als die van volgende week neem ik mee in één video. Dus dan weten jullie dat alvast. Welkom bij een gloednieuwe aflevering. We gaan vandaag eventjes kijken wat er is gebeurd in speelronde 4 van de Eredivisie. Maar ook in de Europese wedstrijden. En die waren niet al te best. PSV verloor namelijk met 0-1 van Rangers. Wat betekent dat ze niet doorgaan in de Champions League. En dat ze dus Europa League gaan voetballen. Over eigenlijk 2 weken al. Twente, Fiorentina werd 0-0. Dat betekent dat Twente helemaal is uitgeschakeld voor de Conference League. En Gil Vicente tegen AZ werd 1-2. AZ is wel dus door naar de Conference League. Dan waren dit de wedstrijden in speelronde 4 van de Eredivisie. De eerste wedstrijd was NEC Groningen. Dat werd 1-1. Go Ahead Eagles tegen Sparta werd 0-1. Vitesse haalde hun eerste punt. Dat werd 2-2 tegen RKC. Feyenoord tegen FC Emmen werd 4-0. Heerenveen won met 2-1 van Fortuna Spoor. FC Utrecht Ajax werd 0-2. Excelsior PSV werd maar liefst 1-6. Volendam heeft de eerste 3 punten binnen, namelijk met 1-0 gewonnen van FC Twente. En Cambuur AZ werd 0-1. Dan is dit de huidige ranglijst waar nog steeds 6 teams tussen zitten die nog een wedstrijd te goed hebben. Ajax staat bovenaan met 12 punten. Feyenoord staat tweede met 10 punten. PSV, AZ staan allebei derde met 9 punten, maar die hebben allebei nog wel een wedstrijd te goed. Heerenveen staat vijfde met 8 punten. Dan hebben Twente en Excelsior 6 punten. FC Groningen staat 8e met 5 punten. Dan komt NEC met 4 punten. Ook Volendam, Cambuur, Sparta en Emmen hebben 4 punten. RKC staat 14e met 3 punten. Dan komt FC Utrecht met 2 punten. Vitesse staat op de 16e plek met 1 punt. En Go Ahead Eagles en Fortuna zijn nog puntloos. Dan is op dit moment de voorspellers top 8 het volgende. Zoals jullie zien staat er geen nummer 8 bij, omdat het gewoon te veel mensen waren. En zoals vaker laat ik die dan niet hierin zien. Natuurlijk is de volledige stand weer te vinden in de beschrijving. Bovenaan staat nog steeds Jurgen met 36 punten. Mark staat tweede met 34 punten. Dan komen Martin, Colino en Justin met 33 punten. En Joey en Julian staan zesde met 32 punten. De weekwinnaar was Justin VD. Die is voor AZ zoals jullie zien. Die heeft gewonnen. Die heeft de meeste punten gehaald. En ook meteen een plekje veroverd in de top 8. Zoals jullie zien staat het allemaal super dicht bij elkaar. Ook de nummers 8. De meerdere nummers 8 hebben ook maar 1 punt minder dan de nummer 6. Dus het is in ieder geval spannend. En dat is alleen maar leuk. Dan gaan we de midweekse speelronde of de inhaalwedstrijden van speelronde 3 gaan we voorspellen. Namelijk PSV tegen Volendam, FC Twente tegen Excelsior en AZ thuis tegen NEC. En dan hebben we speelronde 5 van de Eredivisie, die natuurlijk aanstaande weekend begint. Fortuna thuis tegen FC Utrecht, Ajax ontvangt Cambuur. Twente moet thuis tegen PSV. Sparta ontvangt Volendam. Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst tegen Feyenoord. RKC ontvangt Excelsior. Emmen moet thuis tegen AZ. Heerenveen moet tegen NEC. En als afsluiter hebben we FC Groningen tegen Vitesse. Ik wil jullie nogmaals op het hart drukken. Volgende week dus gewoon een nieuwe aflevering. Maar geen uitslagen en geen tussenstanden. Dus dan weten jullie dat die week daarna wel weer gewoon. Want dan ben ik terug van vakantie. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Adios amigos.